200 tot zo'n 250.000 zijn het aantal vluchtelingen in Nederland. Mensen die geen asiel hebben, dat misschien ook nooit zullen krijgen. Zeker 35% van die mensen zijn kinderen. Zeker 70 tot misschien wel 87.000 van die mensen, van die vluchtelingen zijn kinderen. Kinderen die hier zijn opgegroeid. Kinderen zonder ouders. Kinderen die zich niet veilig voelen in hun eigen land. Kinderen die door de wet en het nu net aangepaste kinderpardon waarschijnlijk terug moeten naar hun eigen land. We hadden ook zo'n jongen bij ons op school. Maxime. Hij heeft een taalachterstand en zal de taal uit zijn eigen land, Oekraïne, waarschijnlijk nooit zullen leren. Wat denk jij dat het kabinet tegen hem zei? Tegen hem en zijn familie? Blijf hier. Ga niet terug naar Oekraïne. Het is daar niet veilig. Nee. nee, dat zeiden ze niet. Ze werden om vijf uur ochtends uit hun bed gehaald, klaar om uitgezet te worden. En in december is dat inderdaad gebeurd. Eerst stuurden ze de ouders van Maxime en zijn zusje terug. En in midden december moesten zijn broertje en hij erachteraan. Die kinderen zijn nog zo jong. Maxime is de oudste en hij is veertien. Je moet er niet aan denken dat ik, als nu vijftienjarige, uitgezet word naar een land dat ik helemaal niet ken... Alleen omdat mijn ouders daar toevallig vandaan komen. Er zijn nog meer van dat soort kinderen. Zoals ik al had gezegd, er zijn meer dan 70.000 kinderen die vluchteling zijn. 630 van die kinderen die mogen hier nu waarschijnlijk nog helemaal niet zeker blijven. Omdat wij met z'n allen 250.000 handtekeningen hebben opgehaald. Wij hebben 250.000 handtekeningen opgehaald. Dat zijn meer handtekeningen dan het aantal vluchtelingen in Nederland. Die kinderen, die, mogen hier, die 630 kinderen, die mogen hier dan blijven. Wat doen we met die andere 70.000 kinderen? Want ook die kinderen hebben iets te zeggen hier in Nederland. Kinderen die zoveel te zeggen hebben. Het kabinet moet eens gaan luisteren naar die andere 70.000. Want elk kind verdient een goed leven. Elk kind verdient een kans.